Dikke zo naar Jalali. Volg hem ook gelijk op Insta. Ik heb weinig volgers, hè? Ja, dat zo kan je even meer volgers krijgen. Oh, oké. Okay. Welkom in een nieuwe vlog van Messi Yasin. Ik heb deze week weer vette dingen meegemaakt. Ik heb natuurlijk alles gefilmd. Wat kan je verwachten? Leila is er. De Ramadan is begonnen. En ik ben geprankt. Nu zit je echt zo, hoef je. Zo. Even kijken. Yes. Heb je een goede positie? Ja. Ja, je mag dichterbij hoor. Deze camera is zo leuker. Leila vertelt net dat ze gewoon herkent ze op straat. Ja, komt een jongen naar me toe en zegt, ja, ik heb je gezien op ja, die sloeg dit en dat. Ja, eigenlijk dacht ik van, Leila gaat mij bekend maken, maar ik heb Leila bekend gemaakt. Hij heeft me gewoon bekend gemaakt. Ja. Heb je gezien dat ik ben teruggepakt? Met wat? We hebben toch de stoel gepikt, zeg maar. Ja, klopt. Ja, heb je gezien dat ik ben teruggepakt? Nee, ik heb hem niet gezien. Nee? Nee, wat dan? Oké, deze week ben ik teruggepakt. Leila heeft de stoel gestolen. Nee, niet we hebben ik. Samen een stoel okay, samen, we hebben samen een stoel gestolen, maar ik ben degene die zeg maar terug is gepakt. Het was helemaal onder folie, maar ik ga het nog even laten zien. Het is maandag en het eerste wat meneer Krijn zei, wiskundedocent, je kent wel degene van wie ik de stoel heb gestolen. Die zei, ga eens naar je kantoor, ga eens even kijken. Hey Johan. Hoe was het? Ja, goed hoor. Ja? Ja. Oké, okay, ik hoorde dat er wat met mijn kantoor was. Oké. Okay. Volgens mij heeft iemand mij geprankt. Mijn hele... Mijn god. Zie je dat? Hebben jullie dat gedaan? Wat? Wie heeft mij geprankt? Wie? Heb jij dat gedaan? Zoals je ziet ben ik officieel teruggepakt door Toon Krijn, wiskundedocent. Ik heb zijn stoel gestolen. En ik was in Londen en check wat hij heeft gedaan, de man. Ik kan nu alles opruimen en daarna ga ik iets bedenken om hem terug te pakken. De stoel krijgt hij sowieso niet terug, maar ik moet in ieder geval iets ergens bedenken dan dit. Heb jij mijn kantoor? Ik ben Toon, ouwe. Oké, Toon heeft me teruggepakt voor de stoel. Toon is een fucking baas. Echt waar. Zoals je hoort, Toon is een baas. Hij heeft me teruggeprankt. Maar het is eerlijk. Het is nu weer wachten op de volgende prank die ik jou flik. Zeg maar, wie krijgt het gedaan? Meneer Krijns, natuurlijk. Ik krijg die terug, je weet dat hoor. Nou, kijk, dit is nog wel zijn stoel. Ik heb nog wel gewoon de stoel. Ik heb ook een interview met Nessim gedaan. Heb je dat gehoord? Ja, dat zag ik net even op het ding. Ja. Ja, klopt. Zag er wel leuk uit. Ja? Nessim heet Yasin, geen Yasin. Ja. Gelijk grote ogen, hè? Wie, ik? Ja. Omdat ik over Nessim heb, gelijk ja, grote ogen. Even serieus. Ja, weet je. Hij heeft gewoon een vrouw, weet je. Nee, wel grapje. Wat ik vergeten ben, is eigenlijk Leila voor te stellen. Want misschien als je dit kijkt, denk je van, oh, Leila zit gewoon op school en ze is gewoon lijkt hier aan het zitten. Maar wat doe je eigenlijk op school? Ik ben stagiaire. Ja, maar oké, dat weet iedereen wel. Maar wat doe je? Nou, wat ik doe, is soms nakijken. Soms doe ik lessen. Soms komen kinderen naar me toe. Zeggen wat hun probleem is. Zit? Ja, eigenlijk Leila helpt leerlingen die met bepaalde dingen in de knoei zitten of zo. Ja. Die problemen hebben of zo, wat dan ook. Ja. Zullen we een keertje omwisselen, dat jij hier gaat zitten, want we zitten altijd zo. Oké, is goed. Ga je me nou doen, zogenaamd? Ga dan naar voren. Ja, wie doe ik nou? Nee, ja, dat doe ik echt niet. Wie doe ik nou? Ik doe het altijd dik. Ik doe het net zo de hele tijd en dan ga ik er gewoon kijken. Wat zijn je benen in het scherp? Ik ken Leila al, hoeveel jaar ken ik je nu? Bijna 5 jaar. Ja. Leila was een klein meisje toen ze hier op school kwam. Ik ga niet vertellen hoe we elkaar hebben leren kennen, maar nee. vroeger deed ik alle leerlingen die een beetje moeilijk waren, deed ik op school. En die kom ik altijd. Buiten dat ze gewoon hier zit, doet ze wel serieuze dingen. Dat moest ik even zeggen. Hoe gaan we meneer Krijns terugpakken? Oh, hey, meneer Krijns! Denk ze je er binnenkomt, kom eens binnen. Loop eens door. Ja. Op het moment. Nou, ik zei net, hoe gaan we meneer Krijns terugpakken? En jij doet de deur open. Kom even binnenlopen, jongen. Anders lijkt het echt net. Nee, kan je ook. Kijk wie er binnenkomt, meneer Krijns.
Spion. Hallo. Wat zullen jullie nu weer te bespreken? Nou ja, nu niks, want jij bent erbij. Een van mijn collega's belde net en die zei van, ik heb jouw leerling opgebeld en ik heb een grap met hem uitgehaald. En een van mijn leerlingen schijnt op de boot af te hebben gesproken met een meisje en telefoonnummers te hebben gewisseld. En nu heeft hij hem opgebeld met een onbekend nummer en gezegd van, ik ben de vader van het meisje. Hey Larry. Hey man, jij hebt iets uitgehaald met de mentorleerling van mij. Ja, absoluut, we hebben Mickey even goed te pakken gehad met Jacin. Mickey heeft op de boot een beetje licht gefozen. En ik heb net gedaan alsof ik de hele boze vader ben van het meisje. En wat hij allemaal met mijn dochter heeft uitgesproken. We gaan eens even kijken hoe hij erop reageert. Want je hebt hem net gebeld. Ik heb gebeld, natuurlijk, gebeld. Boze vader, onbekend nummer, jij weet het wel. Mickey. Ja, dan moet je erbij. Nicky! Als ik een brug is, als ik geef mij zijn hand. Ik wil dat vertellen. Jullie weten het waarschijnlijk eerder als Mickey. Dus ik heb net gedaan alsof ik de boze vader van het meisje was. Mickey heeft net heel veel dingen opgebied wat hij op die boot gedaan heeft. Dat kan ik helaas niet met jullie delen. Maar, Leila is er weer vandaag. En de Ramadan is begonnen en toen dachten we ineens gisteren van... Laten we een Ramadan interview doen met de kinderen. Precies. En Leila heeft even twee... Eerstejaars gepakt, twee meisjes. Ja. En daar gaan we nu mee interviewen. Ja, dus we gaan ze even opzoeken. En dan gaan we ze even vragen van, hey, hoe is het om op school... Ramadan te houden. Precies. En niet alle kinderen hebben dat. En misschien is het wel leuk om te zien van, oké, wie zijn deze kids die Ramadan houden? En hoe gaat het met ze? En hoe is het met hun... Ja, de Ramadan. Ja, ga je... De zon schijnt niet, hè? Ik kan gewoon iets zonder door. Lekker. Wie gaat dus eerst praten? Oh, moet ik er ook bij? Ja, tuurlijk. Ja. Okay. Wij hebben hier twee hele leuke meiden uit de eerste klas, namelijk... Jasmina. En Iman. Leuk dat jullie even wat vragen willen beantwoorden, want Ramadan is begonnen. En jullie wilden wel even meewerken, toch? Ja. Dankjewel. Leila is er ook. Leila. Oké, okay, welke les is het ergst tijdens Ramadan of het zwaarst? Wiskunde. Waarom? Omdat het moeilijk is en als het nog Ramadan, dan moet je helemaal echt nadenken en zo. En Engels. En Engels? Ja. Krijg je dan nog meer honger, zeg maar, door wiskunde? Ja. Heb je niet een keertje gegeten op school? Stiekem gegeten? Stiekem dus. Nee, echt niet. Altijd volgehouden? Ja. Mashallah. Wat doen jullie in de pauze tijdens de Ramadan, ja? Gewoon, ik zit dan meestal met die banken daar. Voor de deur? Ja. Ja, niet in de kantine zelf? Nee. Die kijkt niet hoe andere mensen eten gewoon. Ja. Ja, ik kan mezelf tegen wanneer iemand gewoon in mijn gezicht tegen. Kan je niet tegen? Nee. Maar nee. En de geur, zeg maar? Ook niet. Nee, dus buiten is veilig. Ja. Wat is vervelend tijdens Ramadan op school? Kinderen die van die domme vragen dan gaan stellen. Voor de Ramadan. En dan hoe laat mag je eten? Dat is dan normaal, maar dan gaan ze expres toch voor je gezicht zo eten. Ja, toch? Oh, ze houden niet echt rekening met je. Nee. En de leraren vragen die ook wel aan jullie van, hebben jullie Ramadan of zo? Ja. Ja? Ja? En heb je nog moeten uitleggen wat het is soms? Nee. De meeste leraren weten gewoon wat het is. Hè? Ja, en de kinderen in de klas ook? Ja. Wat vinden jullie van de maand Ramadan? Het is een gezellige maand. Gezellige maand? Ja, het komt ook familie bij elkaar en zo. Ja. Zijn jullie de eerste keer of hebben jullie het vaker? Nee, vaak. Hey, hoe is het nu op de middelbare school vast? Is dat anders? Ja. Ja. En op de basisschool had je bijvoorbeeld overblijf, dan kon je naar huis. Ja. En dan kon je een uur thuis blijven en dan weer naar. Ja, ja. En nu moet je blijven. En dan zie je al het eten. Dus jullie waren blij dat we dit interview in de pauze gaan doen? Ja. Wat doe je nog meer extra tijdens Ramadan? Moeder helpen. Ja? En eten. Ja. Oh, jullie helpen ook koken? Ja. Jullie zijn niet expres allemaal goede dingen aan het zeggen nu, toch? Nee. Jullie helpen echt. Nee. Niet als je moeder dit ziet, dat ze denkt, huh? Nee. Je hebt nog nooit geholpen. Oké. Okay. Wil je nog iets tegen andere kinderen zeggen die ook aan het vasten zijn? Veel succes met allemaal. Ja, en houd het vol. Oké. Okay. Dankjewel, Iman en Jasmina, voor het interview. Ja. Okay, dat was het einde van mijn vlog. De week is voorbij, tenminste voor mij. Leuk dat je keek. En ik hoop ook dat je blijft kijken. Ik heb nu 500 abonnees en ik wil echt naar de 1000. Want als ik 1000 heb, ga ik mijn baard roze verven. Wisten jullie dat? Oh my god, dat moet ik zien. Ja, dus als ik 1000 heb,
ga ik hem proberen. Ik ga het allemaal delen. Ja? Oké. Okay. Is goed. Nou, ik blijf. Zullen wij nog even blijven zitten? Ja. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Tot volgende week. Weer een vlog. Meester Yasin. En vergeet niet te abonneren. Oké? Okay? Ciao.